beneden hier? Weet je hoe ik weet? Ik weet wel zo. En hoe heet hij? Kijk. Dit is Coco de aap. Komt uit een oud pretpark weg. En dan kun je 50 cent dichtgooien en dan krijgt de kinderen een cadeautje. Dan doet hij even een dansje. Dus dat is leuk. Ik weet Toto. En hoe heet hij? Hij vraagt hoe je heet. Ja. Dus. Ik ben Fleming Punten. Ik heb hier een jaar of 8 een garagebedrijf gehad. Dat wou toen niet meer met gezondheidsredenen. Ja, toen ben ik dit begonnen. Er is hier genoeg, hè? Kijk maar om je heen. Klokken. Mooie oude klokken. In mijn borden. Oude verpakkingen heb ik vrij veel. Dat vind ik zelf heel leuk. Thee, koffie, sigaren, sigaretten. Trapautootjes. En hoe ben je op het idee gekomen om hierin te handelen? Nou, oude spul vond ik altijd al mooi. Ach, en dan koop je een keer 1 oud ding en 2 oud ding. En voordat je het weet, dan, nou ja, dan wordt het zo. En hoe Karel stoot dit God nou op? Ik ben heel veel onderweg. Ik zit veel in België. Ja, overal stoppen, kijken, vragen. Ja, je komt de meest bijzondere figuren tegen. En bijzondere figuren hebben ook bijzondere dingen. Ja, dus. Dus de business soort een paard? Nou, zoiets, ja. Zo kun je het zeggen. Hè? Op avontuur? Ja, we kunnen slecht thuis zitten. Ja. Nou, hier hobby ik een beetje. Wat zeg ik daar? Dat is een oude lijkkoets. 130 jaar oud zo'n beetje. Een Duitse koets, vrij aparte koets. Het zijn er van deze bouwer nog, zoals gezegd wordt, nog 7 in de wereld. Dus het is echt een vrij zeldzaam ding. Maar wel heel mooi. Heel mooi uitgesneden. Iets aparts. He? En hoe best deze het zien kan? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb hem ergens uit België verruild met wat anders spul. Dus die man die had die koets staan en die wou ik graag hebben en ik wat af wat staan, dat wou hij graag hebben. Dus ja, dan ga je aan de gang en pingel de pangel en dan op een gegeven moment ben je eruit. En dan komt zijn koets hierheen. En wat had je voor in ruilen? Een paar oude motorfietsen. Ja. Een paar bijzondere oude motorfietsen. Het is uiteindelijk voor de handel. Wat is zo'n zweerd? Hoe? Ja, dat is net wat de gek ervoor geeft, hè? Het is, je bent er verliefd op of je vindt het niks. Het is natuurlijk niet de meest makkelijke handel. Maar ja, je moet er wat in zien. Maar dat geldt zo'n beetje voor al die producten, denk ik. Een heleboel wel, ja. Ja. Is net, ja, vind je het mooi en heb je het geld ervoor over. En, ja. Want wat dat dan geeft, is die klant die ziet lieke bijzonder als de producten? Allemaal bijzondere mensen. Ja, daar hou ik ook van. Gewoon is ook maar gewoon. Hè? Ja. Dat affiche heb ik pas geleden nog gekocht, maar die is nog niet te koop. Dat vind ik gewoon een heel bijzonder mooi affiche. Maatjes ze in die 19 wordt nog wel mooi geworden? Tegenwoordig maken ze, nee, maken ze geen mooi spul meer. Nee. Vroeger konden ze eigenlijk veel meer. Met veel minder. Tegenwoordig, we hebben overal spullen en machines voor. Maar als je de kwaliteit van de producten bekijkt, dan doen wij met de oude spullen. Veel beter. Veel mooier. Zo is het wel waarom je het niet wollen, altijd cool? Nou, mijn vrouw die zegt altijd, je hebt een beetje een oude stijl. Je bent of vroeger weet ik wat geweest, of je bent gewoon 60 jaar te laat geboren. Ja. Dat is, je hebt er wat mee of je hebt er niet wat mee. Maar. Ik kijk hier liever naar de televisie. Ja. Dus dat is hier een soort te vien? Ja. Je ziet ook overal stoelen staan. Dus ik kan in elke hoek kan ik zitten en dan ga ik gewoon zitten kijken. Ja. Kijk hierna, kijk daarna. Dan,
Elke dag zie je weer wat anders. En je denkt, oh, dat is een leuk pakje. Of een afbeelding die erop staat met iets vreemds. Of... Dat is gewoon heel leuk. En begint de fantasie dan ook wel eens wat te werken? Ja, vooral als je oude, je hebt die emaille borden bijvoorbeeld in heel mooie staat, maar je hebt ze ook, daar zitten de kogelgaatjes in of dit of dat, dan ga je zelf een verhaal erbij bedenken van, goh, wat is daarmee gebeurd? En dan zie je het zo in het verleden gebeuren. Dan denk je van, oh, ja, zie het zo voor je. Apart.